Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloedjouwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Het is weer het begin van een nieuwe werkweek. We hebben vandaag weer post om te bezorgen op het werk. Vanavond gaan we uiteraard weer naar Expeditie Robinson kijken. Zodra de aflevering vanavond is afgelopen ga ik er verslag van doen... Maar zoals altijd moeten we eerst maar weer we de dag zien in te vullen. Zijn jullie er klaar voor om deze dag te gaan invullen? Ik namelijk wel. In ieder geval, we beginnen opnieuw de vlog met wat minder. Nieuw, leuk nieuws. Want we hebben weer een overlijden om te melden. Dit keer is het Amerikaanse zanger Aaron Carter die is overleden. Hier op nu.nl staat een artikel over zijn overlijden en dat gaan we samen even doornemen. Aaron Carter is zaterdag dood aangetroffen in zijn huis in Californië, meldt TMC. De Amerikaanse zanger, die in de jaren negentig als tiener meerdere hits scoorde, is op 34-jarige leeftijd overleden. De overleden Carter was de jongere broer van Nick Carter, de beroemde zanger van de Backstreet Boys. Aaron Carter laat zijn zoon Prince achter. Volgens TMC is het lichaam van Carter gevonden in zijn badkuip. De politie kreeg om 11 uur plaatselijke tijd te horen dat een man in bad was verdronken. Vervolgens ging de recherche ter plekke kijken. De rechercheurs vonden geen aanwijzingen voor geweld, schrijft Tienzi. De politie kan niet gelijk bevestigen of het om Carter gaat. Woordvoerders van zijn familie hebben zijn dood wel bevestigd. Zonder verdere informatie te delen. Carter werd populair in de jaren negentig toen hij nog heel jong was. In 1997 kwam zijn debuutplaat uit. Op de plaat staat zijn eerste single 'Crush on You' die in Nederland de 18e plek in de top 40 haalde. In de jaren daarna bracht hij nog drie albums en meerdere singles uit, waaronder de hit 'I Want Candy' in 2000. Ook speelde hij in televisieseries en films. In 2018 probeerde de zanger zijn muzikale loopbaan nieuw leven in te blazen. Ook ging hij op tournee met zijn album Love. Carter Laag raakt in het verleden door onder meer uiteenlopende verslaving in de problemen. Zo is hij in 2021 opgepakt wegens rijden onder invloed. Ook mocht hij in 2019 en 2020 geen contact opnemen met zijn broer Nick, omdat hij hem met de dood bedreigd had. In 2012 overleed hun zus Leslie aan een overdosis. Aaron Carter heeft meermaals hulp gezocht bij een afkikkliniek. Ja, Rhinos. Het is verschrikkelijk dat nog een, een ster ons zo jong heeft moeten verlaten. Ik bedoel... Ik ken Aaron Carter van een aantal nummers. Ik bedoel, hij heeft bijvoorbeeld in een aantal de soundtrack voor een aantal films gedaan. Zo heeft hij bijvoorbeeld een nummer genaamd Life is a Party op de soundtrack van de film Rock Rats in Paris gehad. En de single Go Jimmy Jimmy in de Jimmy Neutron film. Van dat soort nummers ken ik hem. En zoals hier in dit artikel vermeld staat, staat, had hij ook een hit met I Want Candy. Dat nummer heb ik ooit een keer gehoord in een YouTube-video die ik begin jaren 2010 heb gezien. In ieder geval, het is verschrikkelijk dat nog een ster ons zo jong heeft moeten verlaten. Ik wens de Carter-familie sterkte toe in deze moeilijke tijd. Ja, Rhinos, herkennen jullie dat nostalgische gevoel hein, waar jullie verlangen naar de, het plezier dat jullie hebben gehad in jullie kindertijd of tienerjaren? Nou, daar heb ik dus vaak last van. Ik bedoel, toen ik een tiener was, kon ik me altijd heel goed vermaken op het internet. Ik had dan vrienden waar ik urenlang mee rollen speelde. We konden dan gewoon urenlang met elkaar rollen spelen en nooit verveeld raken. Maar naarmate we ouder werden, gingen mijn vrienden weg. Want mijn vrienden die werden ouder, zoals ik al zei. En die gingen dan zich focussen op belangrijkere dingen. Zoals hun educatie en het vinden van een baan en dat soort dingen. En ik bleef dan alleen achter... Want ik heb niet echt veel van die verantwoordelijkheden. Ik bedoel, ik ben misschien volwassen. En ik heb misschien een baan. Maar ik heb buiten mijn baan om gewoon ge geen tijd om handen. Ik heb gewoon te veel vrije tijd om handen. En dat is best lastig. En doordat ik zoveel vrije tijd om handen heb, krijg ik gewoon last van dat nostalgische gevoel waar ik verlang naar de tijden waar ik als tiener heb zitten rollen spelen met mijn vrienden. Ik wil gewoon terug, graag teruggaan naar die tijd. Want zoals ik al zei, ik ben nu volwassen. Ik ben ongeveer 23 nu, bijna 24. Maar ik ben nog lang niet klaar om een volwassene te zijn. En dat zal ik waarschijnlijk nooit zijn. En dus heb ik gewoon heel vaak last van die nostalgische verlangen. Waar ik gewoon wou dat ik weer een tiener was en dat ik weer. Urenlang kon rollen spelen met mijn vrienden. Ik wil die goede tijden gewoon opnieuw herleven. Maar ik weet dat dat niet kan gebeuren. En wanneer ik dan terugdenk aan de goede tijden die ik met mijn vrienden heb be beleefd, dan word ik gewoon verdrietig, omdat ik weet dat ik die. Tijden niet meer kan terugkrijgen en ze <coughs> niet meer kan herleven. Terwijl ik dat wel heel graag wil. Dus herkennen jullie dat nostalgische gevoel, Rhino's? Laat het me weten in de reacties. Ik vind dat namelijk altijd wel interessant om te weten. In ieder geval, vanavond gaan is er weer een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson op de buis. Daar ga ik uiteraard verslag van doen. Ik zie jullie vanavond weer wanneer Expeditie Robinson is afgelopen. Zo, so, Rhinos. Expeditie Robinson is weer afgelopen voor deze week. En ik kan jullie vertellen... <coughs> Er is weer heel veel gebeurd in deze aflevering. En dat ga ik samen met jullie doornemen. In ieder geval, zoals ik al in de vorige vlog, waarin ik Expeditie Robinson heb besproken, heb gezegd. Werd Chatilla weggestemd op de eilandraad en ging Mike vergezellen op afvallers eiland. <coughs> Mike was natuurlijk wel een klein beetje blij dat hij gezelschap had daar op afvallers eiland. Mike was na, namelijk nog niet helemaal 100 punten qua emotionele welstand na wat er bij de samensmeltingsproef was gebeurd. Dus Mike was natuurlijk wel een klein beetje blij dat hij gezelschap kreeg, maar niet 100 punten blij. <coughs> en uiteindelijk kregen. Shatilla en Mike Post op Afvallerseiland, waarin stond dat ze op Afvallerseiland moesten gaan duelleren om hun plek in de expeditie te behouden. <kuggen> de winnaar van het duel mocht op Afvallerseiland en dus in de expeditie blijven. En de verliezer die moest op de boot naar huis. Mike won het duel waardoor Chatilla naar huis toe moest. Ik ben, ik ben natuurlijk zelf blij dat Shatilla naar huis is. Want ik vond Chatilla echt een kutwijf gedurende haar tijd in de expeditie. Maar Mike was zelf niet blij. Ondanks dat hij het duel had gewonnen. En gedurende een gesprek, me, gesprek met presentator Rick Brandsteder vertelde hij zo van dat hij gewoon het gevoel had dat zijn expeditie al voltooid was. En, en Mike had zo het idee zo van. Ik zou natuurlijk langer in de expeditie kunnen blijven en proberen om het tot de finale te schoppen. Maar in mijn hoofd heb ik de expeditie al uitgespeeld. Dus ook Mike ging uit de expeditie op de boot naar huis. Dus we hebben dit keer twee mensen de expeditie zien verlaten. En ondertussen moesten de andere expeditieleden, die nog op het gewone eiland zaten, er weer tegenaan voor een nieuwe proef. En ook deze proef was weer behoorlijk slopend. Want. Voor deze proef moesten de kandidaten opnieuw een hindernisparcours doorlopen, maar dat hindernisparcours was namelijk niet zo simpel als het eruit zag. De kandidaten moesten namelijk door het hindernisparcours heen gaan. En op het eind van het hindernisparcours moesten ze twee gewichten om hun nek hangen. En vervolgens met die gewichten om hun nek ter terug naar het begin van het parcours gaan. En daar een paal aan tikken. Het was ook een beetje een afvalrace. De, de eerste kandidaat die afviel. Die, moesten, die kreeg dan bijvoorbeeld een zwarte stem op de eerstvolgende eilandraad. Vervolgens vielen er weer twee af. Vervolgens weer twee of drie. En dat ging steeds zo door tot er een winnaar was. Uiteindelijk was het Niels die de immuniteitsproef had gewonnen. De immuniteitsketting kregen op de eerstvolgende eilandraad. En twee mensen mee mocht nemen naar Winnaars Eiland. Die twee mensen waren zijn maatje Thijs en Londen. <tossimus> en dat niet alleen, want de mannen kregen ook nog eens een cadeautje mee. Heerlijke Nederlandse lekkernijen. Stroopwafels, pindakaas, dropjes. Man, nadat je zo'n 25 dagen op een onbewoond eiland hebt gezeten... ...denk ik wel dat je Nederlandse lekkernijen zoals pinda pindakaas en dropjes hebt moeten missen. En natuurlijk mocht je ook in een lekker huisje slapen op een echt matras... Dat heb je na 25 dagen expeditie ook wel moeten missen, dacht ik zo. In ieder geval, het bondje van Thijs had zijn pijlen gericht op Vincent. Want Vincent was echt een Robinson-waardige tegenstander. Vincent was namelijk snel, hij was sterk. Hij had gewoon alle kwaliteiten om Robinson 2022 te kunnen worden. En dat is precies de reden waarom Thijs en zijn bondje hun pijlen op Vincent gericht hadden. Maar Niek, een van de mensen in Thijs zijn bondje, die kreeg last van zijn geweten en die... Verraadde het plan om Vincent eruit te stemmen aan Vincent. En dat schoot natuurlijk bij Thijs en de rest van het bondje in het verkeerde keelgat. Maar uiteindelijk werd Vincent dus weggestemd op de eilandraad. Maar gelukkig voor Vincent is zijn expeditie nog niet voorbij. Want er is natuurlijk nog dat afvallerseiland waar Vincent naartoe gaat. En Vincent gaat zijn best doen om te proberen het tot aan de halve finale te schoppen. En hopelijk nog die finale te halen. Zoals Vincent zelf heeft gezegd, hij gaat proberen om de boy who lived te worden. Dus ja, het was weer erg spannend in deze aflevering van Expeditie Robinson. Volgende week gaan we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson tegemoet. Daar ga ik natuurlijk ook weer verslag van doen. In ieder geval, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je like, gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende vlog. En dan zeg ik nu dus zoals altijd. Later.